gebruiken. Het is een mooi verplichting, dus dat komt volgens mij heel goed op elkaar. Ik vond het erg leuk om jullie samen een pakket te geven. Fijn dat jullie er allemaal waren. En tot de volgende keer. Hi! Dus Indio, vertel eens, hoe heb je dat onaf elkaar toegeleerd? Nou, gewoon van dag op dag. Zit wel in je achterhoofd, meneer, stress. Je achterhoofd, ja. Dus, heb je veel voorbereiding gehad of heb je thuis gewoon een beetje gedacht van de halen? Een beetje oefenen. Je zit wel puik in pak, Indio. Ja, zeker. Dat mag gezegd worden, mag gezegd worden. Kijk eens thuis. Strak in pak. Ja, nee. Dat gaat van Amro Blijf. Ja. Amro Bassi. Peppeloentje TV.
Ali, ja, Ali de oma van Unity, daar moet ik even een interviewtje mee afnemen natuurlijk, hè. Ali, vertel eens. Is het weer goed? Het is allemaal helemaal goed, maar momenteel weer nodig. Het is weer aan. Jongens, het is weer aan! Hey! Oh. Ali, handen thuis! Oh, Ali! Ali is een derne! Van voor 18 jaar! Die wordt zo vaak te scheren! Oh, dat is een verkeerde tekst, sorry! Dus Ali, vertel, hoe heb jij naar de ONFK toe geleefd? Nou, heel bewust. Wat vertel je over de rust? Heel veel geoefend. Hard gelopen. Hard gelopen, maar zo. Getraind, onthouden van het niveau. Hard gelopen. Anders kunnen we het niet volhouden. Heb je zo'n sterke conditie? Nou ja. Wat zijn je verwachtingen? Heel hoog. Ik ga het een beetje uitleggen. Ik ben een beetje een churro in Ali. Maar we wel bij de voorlaan doen, toch? Ja, net wel. Ja, omdat het weer goed is. Ja, nee, daarom. Maar vertel wel. Wat mag je precies van? Geef eens een beetje details. We maken heel veel plezier. We maken heel mooie plezier. En als we dat gedaan hebben, hebben we al de hoogste. Denk je dat? Dat denk ik. Nou, dan gaan we bouwen dan. Yes. Mag ik dat ik bedanken? Alsjeblieft. Goedenavond. Ik wil jullie voorstellen aan Tijn en Bobma. Hey! Nou, ik vind het hartstikke leuk om hier vanavond te zijn en om jullie te horen. Want het is even spannend dit om voor te bereiden op een Nederlands kampioenschap dat in Drachten plaatsvindt. En dat is heel goed als zeker als B-orkest om aan zo'n wedstrijd, want dat is natuurlijk om mee te doen. Om daar gewoon alle opzichten beter van te worden, maar vooral een beter muzikant en een hoop plezier, dat is heel belangrijk. En nou, we gaan zien zo meteen wat het klinkt en wat ik eventueel nog aan toe mag voegen. Misschien wel nog niks en misschien een paar minuten. Dus veel plezier. Ik heb heel vaak in de jury gezeten op die ONFK en ik zie helemaal niks. Ik zit er geblindeerd. Dus je zit in een hokje en je krijgt, je hebt zelfs een secondant die gaat met je mee, want die mag er niet uit ondertussen. Ook als je naar de wc moet, er staat gewoon een emmer en daar moet je voor in doen. Ja, dat is heel vervelend. Maar, dus je kan niks, niks zien, je kan alleen maar iets horen. Nou, en de jury die weet niet of het nou een jeugdorkest is, of er nou kinderen zitten van, wat ben jij? 10. Nou precies, of er nou kinderen zitten van 10 jaar of van 85. Dat weten we niet. Als ze in de jury zitten, geen enkel flauw benul. Dus als we iets horen spelen, kijk, en je kunt het zien, denk je, goh, dat voor jeugdorkest zo knap hoor. Weet we niet. Dus het begin is heel belangrijk, dat het gelijk goed klinkt en dat het gelijk heel erg zuiver is. Ja? Gaat ie, één keer. Gaat ie. 3, 4, piddeling, tati. Nog eens. 3, 4. En dan spelen. 3, 4. Kijk, daar wordt het dan beter van, hè? Zo moeten we, kijk, als je het kan zingen of fluiten of wat dan ook, dan kan je het ook op een instrument spelen. Ja, dus die eerste noot, zing eens met z'n allen, da. Da. Ja, en dan lang. En. Da. Ja, hou maar allemaal met z'n allen. Ik kom je al niet zingen. Kan je praten? Ja. Kan je ook zingen? Gaat. Gaat, ja? Eén. En, kom aan. Oké, speel naar de eerste noot is. Eerst spelen en onthoud wat je speelt. En. Goed zo. En zing deze noot. La. Ja, dat is bijna goed hoor. Maar kijk, ik ben er echt van overtuigd, jongens. Ik doe dat ook. Jullie weten, kijk, hij zei wel een dirigent van die kapel in Assen. Ben ik ook. En dat is ook een heel mooi vak. Maar ik ben ook dirigent van jullie concurrent hier in het Dinksblad, hè? Weet je dat ook zal blijven. Ik zing heel veel tijdens de repetitie. En dat is niet omdat het een christelijke muziekvereniging is. Nee, omdat ik zingen ontzettend belangrijk vind. Want als je zingt, dan krijg je namelijk een voorstelling. Dan heb je een voorstelling van hoe iets moet klinken. Als je namelijk niet kan zingen en je hebt niet die voorstelling, kun je het vergeten.
En dat merk ik nu ook. He, dus als jullie nog één keer die noot willen spelen, onthoud dezelfde noot die je speelt. Ga niet de noot van je buurvrouw. En. En dit klinkt perfect zuiver. En nou gaan we deze noot zingen. En zing nou eens. Ta, 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 twee, drie, en. Nee, fout. Ik hoor nu. Ti, ta, 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 maar het is. Ta, 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 ta. Kijk, dit vinden wij surreal fantastisch, hè? Dat gebeurt. Ah, kijk, de spelers zijn met 153 bugels, saxofoon, sopraan en alt-sax. Ze spelen de laatste twee achtste, spelen geen achtste, maar 16e spelen jullie hier. Jullie spelen die ta 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 tam, maar het is ta 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 tam, veel langzamer. Voor je ging trouwens wel beter al, wat je het laatst aan mij vroeg, weet je, dat accelerando. Ja. He? Dus kunnen we eens doen? Ik zou alleen maar nog iets eerder beginnen. Maar even stemmen, 181 was. En kijk even, let even op wat er gebeurt. 1, 2, 3, en. Hartstikke leuk vond ik het. Ik ben misschien een beetje heel streng geweest en geprobeerd om even flink wat plekken open te leggen waar we van gewerkt moet worden. Maar dat moet. En dan concoursen we aan de punten. En dan moet je het zo goed mogelijk zien voor elkaar te krijgen. Ja, dus dat is heel belangrijk. En jullie hebben nog 3 weken. Kijk, als jullie mij vragen van een week van tevoren. Zou ik dat niet zo doen, want dan ben je alleen maar onzeker van. Je moet het niet als onzeker worden, juist niet. Want ik denk dat er heel veel, want ik merk nu al dat er gewoon heel veel verbetering in komt. En ik weet zeker dat Gert het ook op de goede manier met jullie gaat doorpakken. En dan weet ik zeker dat jullie een mooi resultaat kunnen halen. Kampioen worden, hoeft niet gelijk. Maar het meedoen en mooie punten naar huis is wel belangrijk. Bedankt en een succes, hè? Ja, goed bedankt. In de wandelgang heb ik vernomen dat jij de laatste paar dagen niet helemaal in topconditie bent geweest. Zware drugs. Oké. Okay. Er zijn oorzijnen, een zware stress. Zenuwen. Ja. Ho! Flesje water. Open microfoon. Ja, de oude water zijn gedaan. Wacht even. En last van de jongens van Unity die altijd koffie komt drinken. Ja, maar daar was ik niet bij betrokken. Er was een dubbelganger. Die speelt hij zelf ook. En die was met die blauwe bril, dat klopt inderdaad. Maar vertel eens leuk, ik vond dat zijn oorlog kracht toegeleefd. Ja, eigenlijk. Ja, dat zou dus ook wel zijn geweest waarom je in de top fit was geweest. Had je net onder elkaar gehad, dan hoef je niet te drinken. Dat was gewoon brak. Gewoon brak. Je bent er niet zo lang tussen de kanten. Weer gezonder, meerdere mensen. Met drank en dat wel. Of niet met drank. Met drank is er eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel heel rustig. Dus de eerste was bij bezoek naar je ook nog zo'n ik zou even. Oh,
Daaraan, we zitten hier bij Esther's verjaardag, hè? Hé? Kijk, en ik zit hier met Mark. Ik dus. En ja, wie is het? Paat. Jij bent zelf. Ik weet, jij bent zelf, ja. Mooi feestje. Wat voor mij muziekje? Omdat dit je laatste jaar was. Omdat dit je laatste jaar was als orkestmanager, wou je graag even een serenade brengen voor je verjaardag. Dus als eerste, hart feliciteren namens ons allemaal. Dank je. En omdat je nu stopt als orkestmanager, heb je natuurlijk meer tijd voor andere dingen. Bijvoorbeeld dirigeren. Maar omdat jij, We gaan beginnen met Mark Vreemans cursus bier openen. Mark, moest jij je pakt een aansteker en nee, ik hoef niks van de Turk te hebben. Pak een aansteker en nee. Zo, op die fiets. Nou, daar moet ik zo nog even gaan slapen. Dus dan zullen we jou maar de plezier doen met rust laten. Ja, graag. Op het derde! Vaart erop, op de koek! Wat jongen? Hey, opzet toch! Ik moet even de bus langs. Zullen we ook even mijn dikke buis langs? Ja, mijn kan je die terug? Kan je die gewoon naar voren lopen? Doe ik ook gewoon. Nee, dat is mijn chef. Heb je de zin in, Remco? Remco, wat je de bus ook gaat. Chef, pak vaartjes. Ja. Vertel, wat heb je naar de Olaf K toegeleefd? Rust gaan, hè? Veel gekookt. Hoe zit dat vandaag voor de mensen van het orkest? Geef je nog een beetje wat extra eten mee, vol koolhydraten en voeding, dat mensen goed kunnen concentreren en zo? Of is dat vandaag weer allemaal vlug? Dat is allemaal punten, dat is zelf te regelen. Ja, en hoe heb jij zelf, hoe heb jij vandaag naar het ONFK toegeleerd? Rustig, ik heb, dat zit midden in de taamperiode. Dus jij bent nu aan het leren? Ja. En wat ben jij aan het leren? Marketing. Marketing. Dus jij gaat binnenkort ga je beschrijven hoe Unity de wereld gaat veroveren door ze goed op de markt te zetten. Ja, heel verstandig, heel goed. Prima, wacht. Hartelijk bedankt. Mooi. Hallo. Hi. Zet mensen even vertellen, hoe heb je naar ONFK toegeleerd? Ja, op een heleboel verschillende manieren. Ja, wat is dat dan weer? Wat voel ik daar dan mee? Nee, van moment op moment, of van repetitie naar repetitie, of nee, echt goed gebeuren. Nee, ik heb wel een lange lijn proberen te maken. De eerste maand januari, puur voor de noten. De tweede maand, meer balans. Of meer balans. Tweede maand balans. De derde maand, laatste maand, muzikale afweging. Dus jij nou bijna die lijn helemaal opgesloten. Het laatste stukje snuiven we in drachten. Daarom, dus na spelen ze op een gegeven moment sneaker weg. Dan dacht je dat Esther had gedaan? Ja, en dan gaan we heel hard naar huis. Dit is mijn interviewersbril. Nee, dankjewel, ik ben aan het werk. Ja, hier ook. YOLO. Camera misschien één keer? Ja. We gaan het gewoon beleven. Je kan er niks op zeggen, we moeten gewoon
de logistiek volgen die ze ons daar wijzen. En dan knallen we gewoon. Ja, we hebben straks al heel even horen praten over van als we zo spelen, dan is jouw dag al helemaal goed. Maar wat zijn voor de rest je verdere verwachtingen voor de dag van vandaag? Na de tijd vanaf 8:30 dan ben ik vrij. Dan ga je nog wat beeldregie doen. Ja, daar hebben we inderdaad dus voor aan de wand gaan. Vanaf 8:30 dan gaan we naar de kloten. Dus gaan we keihard los naar de kloten. Dat is een hele goede uitspraak, dat is meer bekend hier bij ons. Mooi. Je staat zelf hier. Nee, sorry, ik bedoel. Je hebt ook gewoon mensen, je valt op de trap. Wow, dat is... Ik valt op de trap. Ja, ik valt op de trap. Dus wij zeggen, ja, mooie plek op boos dan. Ja hoor, daar is die weer. Alles in. Ik kan het geluid niet aan zetten. Koffie! Ik ga voor. Koffie is een euro, hè? Ga je naar voren? Ik moet verder! Betalen!
Mark, even een interview, diep interview. Nou, vertel het eens. Wat vond je ervan? Hoe ging het? Ik vond het een leuk, ja, in ieder geval leerzaam. Daar gaan we nou wat maar ook gewoon, we hebben hard naartoe gewerkt. Ja, we hebben een resultaat neergezet of alles was, ja, dat is dan maar de vraag, maar het was in ieder geval goed. Ja? Een uur mag gooien, hè? Ja. Ik word je wat gefilmd. Smaakt het? Ja, smaakt. Yeah. In Kaya. No way. Nee. 3 minuten 42, 43, 44, 45, 46. Hoe is dat? Ah ja, hey. Kaya is de irritante.